7 jaar heeft hij eraan gewerkt. Theo Rooiakkers uit Zomeren. En zondag worden ze geëxposeerd in het Weverkeshof in Nuenen. 54 schilderijen die het leven van Vincent van Gogh weergeven. Maar met een eigen visie. Wat maakt zijn leven zo interessant? Vooral de briefwisseling met zijn broer Theo maakt hem heel interessant, vind ik. Want als er dat niet geweest was, was de man toch niet zo uit de verf gekomen, denk ik. Na zijn studie aan de kunstacademie vertrok Rooiakkers voor zijn werk naar Auvers-sur-Oise, waar hij kennis maakte met het werk en leven van Van Gogh. In het Van Gogh-jaar in 1990 kreeg hij inspiratie om de oude woon- en werkplekken van Van Gogh te bezoeken en een serie schilderijen te maken waarin de schilder centraal staat. Hoe zou u uw schilderijen omschrijven? Nou, als een soort strip eigenlijk. Je leest en je visualiseert en je maakt er een serie van 54 schilderijen van, die af en toe in elkaar overvloeien, maar ook apart gezien kunnen worden. De expositie is van 10 tot en met 17 oktober te zien tijdens de openingstijden van de dorpsboerderij. De toegang is gratis.